Huize Campagne kreeg wederom 26 zakken rijst van 25 kilo. Het is de zevende keer dat het kinderhuis mag rekenen op deze duurzame hulp. Zeven keren heeft de Sunni Muslim gemeenschap en Friends in Nederland ervoor gezorgd dat het tehuis 26 zakken rijst van 25 kilo kreeg. Dit keer in verband met het Eid al-Fitr feest en uit liefde voor de mens. Voorzitter Vismalen was op locatie en vertelt u meer hierover. Vrijdag 6 mei zijn we wederom hier te Huize Campagne. U ziet achter mij reis. Maar ik moet u vertellen dat wij dit de zevende keer doen. En dit doen wij door tussenkomst van de Sunni moslimgemeenschap en vrienden uit Nederland. En dat dit namens het Eid al-Fitr feest is geschonken uit liefde voor de mens. Nou, ik mag je zeggen dat deze organisatie het al reeds lang doet. En ik mag je vertellen dat ze niet alleen Huize Campagne doneren, maar ook 1 voor 12 met verschillende problemen. Het zijn medische problemen, het zijn andere problemen. Ik wil deze organisatie heel hartelijk dankzeggen. Vandaag wederom 26 zakken rijst aan je boy. Minimaal bang, dus ik ben ze dankbaar en trots op ze. Je ook? Helemaal, helemaal. Ik ben helemaal dankbaar, want ik had geen rijst meer. Mijn suikerpot is helemaal leeg. Net meer denk ik van mijn bijensoekroutine. Ik heb geen suiker. Wat doet de overheid voor u? Niks. De overheid heeft laatst weer 2 jongens bij me gezet. Dat is dan nu op 89 kinderen. Wauw, u hoort het. Huize Campagne telt nu 89 kinderen. De gemeenschap helpt Huize Campagne. De overheid neemt je poen. Dus dat heb je kapot nummer 2. Maar daar, ik heb nu geen suiker. Mijn ton is helemaal leeg. Ik heb geen geld. 1100 ton als zak suiker. Ik heb het niet. Dus gemeenschap met Peguno, hoe je me bij Soekro. Ik ga komende week met de president praten en mijn actiepresident. Dat ik joh, ze hebben ze naar het huis, voor je hebt het huis, ze doen naar het huis. En dat kan niet. Ik wil weten wat er allemaal gebeurt met de kinderthuizen. Ik heb hier een ton, een lege ton. Misschien dat je nu naar dit programma kijkt, wil ik je vragen smeken. Kola, ton, naar wang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik ga de overheid vragen wat er allemaal gebeurt. Waarom dit steeds zich voordoet. Wij doneren ook brood. En ik mag je vertellen dat wij voor de maand mei een donateur hebben gevonden. Dat is donateur Bagalo. Maar na Bagalo hebben we geen donateur. Dus begint hij uit te kijken, want ze had campagne aan de bel trekken. Vismalen maar liever op reden morgen. Dus en we doen het al jaren. Ja, meneer Vismalen, if you not there, me dede, depchi dede. En uno one you dede, uno one depchi dede. Dus met begi a gemeenschap, u hebt 1 voor 12, voor 1 voor 12 kan je dit te huizen bakken. Af dat nummer weer af depchi. Hoe lang gaat die de 26 zakken reis gebruiken? 26 gedeeld door 2 is maar 13 dagen. Aan de kang. Ja, een zakreis, maar dat is voor 2. Ik heb 89 kinderen. S'avonds eten die kinderen van mijn kinderen brood. Wat heb je nog, sorry? Heb je dat tato? Heb je nog den beren? Mijn mannetje, morgen, broer. Ik heb 6 instellingen bij mijn broer. En elke dag 700 broden. Afvoeren? Afvoeren, maar heb je dat de tato? Andere kinderen, heb je dat ook gewend, maar we kunnen alleen zien. Zijn het middags reis, s'avonds reis. Maar de big one is de race. Dat is allemaal lees in de sari. We gaan werk van maken om alle tehuizen te doorlichten. Om te weten wat er gebeurt en wat er gedaan moet worden. En hoe het beter aangepakt moet worden. Want dit kan niet. De kinderen zijn de toekomst. Dus mijn jongen Biggie, Kralan, die donateurs, Unalip Lipching. Want dit is al een vorm van verwaarlozing. Als ze geen race hebben. Dan de boom. Dat kunnen ze ook niet leren. Want ze moeten eten. Want ik mag niet klaar voor mijn kinderen. Dit doet hun best. 100%, 90%, 85%. 95% allemaal in overal gaan slaan. Ik heb kinderen van Milo in Mio Havo. Ze leren. Ik begrijp een zak suiker kost hoeveel? 1100.
bij Kombi Marak. Ik ga wel de helft zetten, dan wil ik lukken voor Ogomoro. Ik ga 500 zetten. Oké, dan heb ik bij jou een toepakje. Bij jou een toepakje, want je moet nyang. Je moet nyang, je moet drinken thee. Dit is om ding, papa. U heeft het gemerkt. Ik heb voor een halve zak suiker kunnen betalen. Dus ik denk, je want to dek aan lullen vrij. Ja, een paar dagen, maar ik ben gemist op hoe je moet je suiker komt. Ik heb echt geen suiker, hoe je ton. Ik heb echt niet. En ben bedankt, zo. Zo niet organisatie die dat jaren alleen ik op tijd. En altijd even 12 uur op tijd. Nou, maar wat ik heb, deze zelf dat ik me nog op notie. Dus daarom ben ik even 12 tangen. Oh, je hoort het. Ze praat over suiker, rijst, maar je hebt ook kip, olie en ook andere dingen nodig. Dus laten we dat ook erbij zetten. Dus ook ceremonie kon je thuis voor de beide zijn. We kijken ernaar uit en we zijn nu alvast dankbaar. Gezegende middag.